Zoals op voorhand verwacht, leverde de Italiaanse verkiezingsuitslag voor geen enkele partij of blok een absolute meerderheid op. De coalitievorming zou dus sowieso een lastige klus worden. Maar dat de anti-establishment partijen Lega Nord en Vijf Sterrenbeweging samen ruim 50% van de stemmen zouden halen, was toch net iets straffer dan vooraf ingecalculeerd. En het maakt de situatie nog moeilijker. Het geruststellende is misschien dat het erg onwaarschijnlijk is dat beide partijen met elkaar in zee zullen gaan, want hun standpunten liggen te ver van elkaar verwijderd. Maar anderzijds is het probleem dat op dit moment zowat elke coalitie moeilijk ligt. Het proces kan dus gerust maanden in beslag nemen en wie weet volgen er op het einde van de rit wel nieuwe verkiezingen. De vraag is of deze politieke impasse het prille herstel van de Italiaanse economie kan schaden. Wel, op korte termijn schatten we die kans eerder klein in. Italianen zijn wel wat gewend op het vlak van politieke onzekerheid. En ook in andere landen hebben we gezien dat de economische schade van een land zonder regering meevalt. En intussen handhaaft de ECB haar soepele monetaire beleid. Maar op middellange termijn blijven we ons toch zorgen maken over de kwetsbaarheid van de derde grootste economie in de eurozone. De hoge staatsschuld, de zeer lage productiviteitsgroei, de hoge werkloosheid en de slechte leningen in de banksector vragen om een dringende aanpak. En er is geen geloofwaardig plan om hier werk van te maken. En het ziet er helaas ook niet naar uit dat dat plan er snel zal komen. Het is nochtans cruciaal, want de Italiaanse problemen dreigen een remmend effect te hebben op de hoognodige versterking van de Europese Unie en de eurozone.